Een giftige laag rode drap bedekt Kolontar. Een dorpje van nog geen 1000 inwoners. Sinds de dijkdoorbraak gistermiddag is het gedaan met de rust. Kiabáltak az utcán, hogy vigyázz, mindenki meneküljön, mert áttörte a gát, a viszap a gátot. És akkor futottam hátra, megnézni, de akkor már kártvégében volt a víz. Hát akkor futás előre gyorsan, mire előre futottam, szinte percek, 2-3 perc telt el, az alatt már méteres, másfél méteres iszap volt. De rode drap bevat zware metalen, een afvalproduct van de aluminiumfabriek iets verderop. Die metalen kunnen dodelijk zijn. Een simpele aanraking kan een chemische brandwond veroorzaken die je pas dagen later ziet. Tot nu toe zijn 113 gewonden behandeld. Niet ver van Kolontar ligt een reservoir van de aluminiumfabriek. Daarin wordt afvalwater bewaard. De dijk die dat reservoir moest afsluiten, brak. Bijna 1 miljoen kubieke meter giftige drap is daardoor weggespoeld. De regering vreest een grote natuurramp.